Een van de allermooiste plekjes in het schilderachtige land van Felix Timmerman is zonder enige twijfel de aloude herberg Schipke aan de Neten, gelegen tussen Berlaar en Herenthout. Vanaf het jaar 1900 werd deze pittoreske herberg aan de Grote Neten uitgebaat door het echtpaar Alfons en Louisa Vervloed. Alfons speelde er niet alleen cafébaas, maar hij was tegelijk boer en zelfs veerman. Inmiddels is de ouderwetse veerdienst opgedoekt en vervangen door een stevige houten brug. Als een sterke boog staat ze gespannen over de rivier. De vallei van de Grote Neten is een prachtig stuk ongerepte natuur. Het landschap is er wijd, wild en weelderig. Kuierend door dit gebied wordt de wandelaar elke keer opnieuw aangenaam verrast door het wisselende panorama dat zich voor zijn ogen ontrolt. De streek is een waarachtig paradijs voor wandelaars, fietsers, dagjesmensen, vissers en klein wild. Natuurlijk trekt dit unieke natuurgebied niet alleen wandelaars en fietsers aan. Ook allerlei artiesten worden erg gecharmeerd door dit eenzame land. Kunstenaars, schilders, dichters, schrijvers en zelfs televisiemakers voelen zich thuis in de rustbrengende stilte van dit mooie palieterland. Intussen namen Jochem van Reets en Sonja Steensels het roer van het Schipke over. Het jonge, sympathieke echtpaar blijft de traditionele koers verder varen, natuurlijk aangepast aan de verwachtingen en wensen van onze tijd. Hou het hoofd wat schuin en luister aandachtig naar het stille praten van het Netenwater. In één woord, dit is een heel ongewoon Schipke op het land.